Welkom en leuk dat jullie kijken. In deze video zullen jullie Ben en mij weer in actie zien met de metaaldetector. We hebben leuke verrassende vondsten gedaan. Ook heb ik een leuke kleine actie bedacht. Wat is die actie? Nou, dit tijdschrift ga ik verloten onder een van jullie. Wat moet je daarvoor doen? In deze video heb ik een zestal letters verdeeld in willekeurige volgorde. Dus wanneer je de letters bij elkaar hebt, moet je nog even puzzelen om er een goed woord van te maken. Maar, kan ik je zeggen, hij is goed te doen. Als je dit woord hebt, laat het dan even achter in de reacties hieronder. Dan pak ik volgende week die reacties bij elkaar en dan ga ik dit tijdschrift verloten. Hoe leuk is dat? Bij de 1750 abonnees komt er een nog grotere actie aan. Dan gaan we ook leuke dingen doen. Dus wanneer jij iemand kent die deze hobby's ook nog geweldig vindt, leuk vindt om te kijken, maak hen of haar enthousiast, je collega's, vrienden, familie, kennissen. Laat ze ook abonneren. Het is gratis. Zo wordt het alleen maar leuker. Goed, dan zeg ik voor nu. Ga lekker achterover zitten. Kijk en geniet. Hier komt de video. Superleuk, Ben. Ja, het is in ieder geval paard. Of zeepaard, kan ook. Is het hier, het heeft ergens aangezeten. Ja. Is het toch een... Een zakhorloge. Hele leuke vondst, hoor. Ja. Eventjes onder de kraan afspoelen en dan is hij wel weer vitrine waardig. Yep. Lekker, man. Ja, dat is leuk. Nou, waarschijnlijk een zilveren muntje. Even spoelen bij de sloot. Ja, ja. Ja? Het is een... Zal het een zilveren zijn? Ja, moet wel. Lijkt het wel, hoor, maat. Ja, is het wel. Lijkt wel zo, maat. Als hij ook op de 10 binnenkomt. Ja, hij komt 10:11 binnen. Ja, 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 dan is het er eentje. En ik heb ook zo'n signaal nu, hè, in, waar ik nu sta. Ik heb alleen nog niet gekeken, dus daar gaan we samen ook even naar kijken zometeen. Ja, Zeelandia? Volgens mij wel. Ja, volgens mij wel. Ah, jammer dat hij dan niet zo mooi mee is. Het is zilver. Beetje schoonblazen. Okay. Wil jij hem voorzichtig omdraaien? Nee, daar kun je nog niet veel zien, hè? Nee. Is aardig gekoekt. Maar ik denk wel inderdaad een zilver, hoor. Het is een zilver, ja. Dat is een drol, hoor, maar niet. Oh, een dode mol. Ja. Dat meen je niet. Ah, wat zielig. Is dat van Alfred Jodocus Kwak? Mol. Hè? Kijk. Hier ligt hij, een dode mol. Hier is de mol. Live dik met Ben, want... We hebben eenzelfde VDI waar we eerder al eens Willem 3 guldens mee hebben opgegraafd. En hij komt zuiver binnen, zegt hij. Maar hij ligt ondiep. Maar we gaan toch even kijken. Zeg dat hij ondiep af. Of een mooie lode plak. Hè? Nee, dat ga ik zo doen. Met het grasmesje. Ah, hey, een gesp. Een gesp? Oh. Nee, hij is een oude, denk ik. Een paardentuiggesp. Ja. Flinke dikke. Godverdomme. Mooi. Een gulden. Weg ermee. Nou ja. Toch leuk. Ja. Niet getreurd. Beter dan een blikje of zo. Dat is zeker waar. En kijk eens, ik kan nog geen eens zien waar je bent gebleven. Het gat zit weer netjes dicht. Zo doen wij dat. Ja, in ieder geval vergaan, hè. Een halve Willemscent. Ja. Wat zou je er toen die tijd voor hebben kunnen kopen, joh, voor een halve cent? Hè? Nou, ik denk een lolly. Een lolly? Dat sowieso. En ik heb een oogvondst. Ja, mooi. Of heb jij hier gewoon stiekem kreeft zitten eten? Ja, stiekem wel, ja. Nou, Ben. Dat is een flink zeegollood. En een mooi ook. Ja, daar staan we wat op. Ja, 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 ja. Die gaan we even afspoelen bij de sloot. Ja. Om hem nog even mooier te maken.
Dat wordt een afspoelmomentje. Een afspoelmomentje. Kijk eens. Zo, deze is dik, jongen. Oh, kijk eens. Oh. Wauw, zo dan. Die is echt mooi. Leidt zijn sleutels. Ja. Ja. Een Annemiekje. Een Annemiekje. Maar je pakt hem nog wel. Nee. Jawel. Moet je mijn pinpointer hebben? Die kan onder water. Oh Ben, wat heb je gedaan? Zo'n mooi zegellood in het water laten vallen. Hier. Ja, thanks man. Die Ben, hij schrok zijn eigen dood. Hij denkt, nou ben ik mijn zegellood kwijt. Zit er nog? Heb je hem weer? Zo. Die was helemaal het oud hier. Ja, is mooi hoor. Zo, deze is schitterend. Zo. Anderhalf stiel. Anderhalf staal. Staal, ja. Anderhalf staal. Wow, wat een dikke zeg. Die luidt zijn sleutels ook gewoon. Zo. Ja, dik hoor. Super dik. Die is echt, ja, dat is nog. Zo kan een vondst van lood toch nog heel erg super gaaf zijn. Kijk eens joh. Zo dan. Deze heb ik ook nog. Wat een topper is dit zeg. Zo. Lekker man. Ja hè? Deze is echt schitterend. Deze, ja, maar dat is doen in de tas denk ik. Ja man. Wow. Echt top. Ja, dat is mooi hoor. Daar ben ik blij mee. Oh, hij is mooi lood. Ja. Gaan we eens even in het speciale bakje doen. Ja. Zo. Anderhalf staal. Ik heb het nog nooit gezien, anderhalf staal. Nee, ik ook niet. Staalfabriek. Ja, nee, staal. Weet je waar dat van is? Nou, staal. Eigenlijk als ze dan lakens hadden gemaakt, ja, dan had je, stuurden ze stalen op. Dus dat waren kleine stukjes stof, ja, voor het keuren. Dus dan ging dat in staal. Ja, dan had je de staalmeesters, dus die bekeken dan die stalen, daarom noemden ze het staalmeesters. En die stoffen dan? Die keurden dan die lakens en textiel, ja, ja, en zo. En dat is een staal. Dus dat is. Doen we dat ook weer? Ja. Super man. Ja, top man. Dat is een dikke vondst. Ja, nu heb ik ook een leuke vondst. Zit nog een klein beetje in de aarde. Het is een gesp. Ik denk een schoengespje. Want hij is niet heel erg groot. Ik weet niet of de angel er nog aan zit. Oh, ik zal even mijn pinpointer uitzetten. Het begint een beetje herrie te maken. Even kijken hoor, of die nog. Ik zal hem even uitpakken en dan. Aarde zit er aardig ingekoekt. Ah, komt het al een beetje. Is hij nog met angel? Zou leuk zijn. Daar komt wat. Daar komt wat. Oh, ja. Kijk eens. Hij is nog prachtig. Hij is leuk. Leuk gespje. Dit is wel een oude. Ik denk 17e eeuws. Ja, super. Nou, ik dacht eerst dat ik een klein kanonskogel gevonden had. Maar het is dus ook een netverzwaging. Want er zit een gat in. Dus niet voor munitie. Nee. Maar toch leuk. Leuk, leuk, leuk. Wat vind jij ervan? Ben, vind jij hem ook leuk? Ik vind hem heel leuk. Jij had nog wat in een verrassing in petto. Ja, nou ja, verrassing, ja.
Dat blijft een verrassing, want wij weten het nog niet. Het is van koper. Lijkt het? Ja. Een soort haak of een sluiting. Of... Nou, als de mensen het thuis weten, dan horen wij dat graag. Laat het even achter in de reacties. Ja. Ja. Zo, hebben jullie een beetje opgelet met de letters die voorbij zijn gekomen? En vonden jullie dit nou een leuke video? Laat dan even een duim omhoog achter. Denk er even aan te abonneren wanneer je nog geen abonnee bent. Dan dank ik jullie voor nu voor het kijken. Zie ik jullie snel bij een volgende keer. Tot later!